Hoi, fijn dat je weer kijkt naar het Toppersjournaal. Een journaal speciaal voor alle toppers van Sherpa. Afgelopen journaals heb ik een keer verteld dat de dagbesteding wat langzaamaan weer gaat beginnen. En dat klopt. De dagbesteding gaat rustig aan weer een beetje opbouwen. Maar dat gaat niet zomaar. Het is niet zo gewoon zoals het eerst was. Alles is een beetje anders. Misschien zijn er bijzondere looproutes gemaakt bij je dagbestedingsplek. Of gaat het lunchen een beetje anders. En natuurlijk moeten we ook daar goed onze handen wassen en afstand houden. En het kan ook best zijn dat de dagbesteding voor jou nog niet begonnen is. Maar dat er gewoon op de woning nog een tijdje dagbesteding blijft. Dat kan natuurlijk ook. Wil je nou weten hoe het met jouw dagbesteding zit? Vraag dat dan aan je begeleiding. Je begeleiding kan precies vertellen hoe het zit. En als je nou nog thuis dagbesteding krijgt, dan hoef je je zeker niet te vervelen. Kijk maar eens naar het volgende filmpje. Jullie zijn er alweer. Ja, ik werd even helemaal zen van dat filmpje van Thomas en Vivian. Geweldig hoe jullie lekker bewegen en actief bezig zijn. Die kilo's die vliegen eraf, zeg. Heerlijk, als je nou ook zo wilt bewegen, kijk dan even naar een van de filmpjes van de afdeling Beweging. Die hebben hele mooie filmpjes gemaakt die je kunt vinden hier op het YouTube-kanaal. En misschien lijkt het je wel heel leuk om met elkaar te bewegen. Dus met je eigen groep of je woning. Dan kun je je aanmelden voor een dansles op de donderdagmiddag van Marianne. Dat kun je doen door een mailtje te sturen naar expertisecentrum beweging @sherpa.org. En wie weet kun jij dan een leuke dansles met z'n allen krijgen. Buiten, bij het zwembad, op de donderdagmiddag. Hoe geweldig is dat? Nou kijk maar eens hoe dat eruit ziet. Heerlijk, met dat mooie weer lekker buiten zijn. Tja, het is allemaal een beetje anders dan anders, maar ook wel een beetje leuk natuurlijk. En wat ook een beetje anders is dan anders, was het bijzondere optreden van Dirk Schelen. Dirk Schelen kwam naar de woonwijk Emeoord. Hij heeft gewoon buiten met het mooie weer een heel mooi optreden gegeven. Nou, daar hebben we met z'n allen van kunnen genieten. Kijk maar eens mee. De haas die kan het allerhardste rennen. En een vis het allerbeste zwemmen. Eens de tanden heeft een krokodil. En daarmee bijt hij in je bil. Hap! Allemaal! Ze kunnen zeggen wat ze willen, maar de olifant. De allerdikste billen van het hele land. En de giraf, de allerlangste nek, nek, nek. En het nijlpaard, de allergrootste bek, bek, bek. Zo. Ik denk dat we ons best bijzonder mogen voelen door zo'n VIP-optreden van Dirk Schelen. Het was eigenlijk net zoals in de theaters, maar dan een beetje anders, maar wel net zo leuk. Deze coronatijd is natuurlijk niet leuk. Maar er gebeuren ook echt heel bijzondere dingen die anders niet gebeurd waren. En daar kan Randolph ook over mee vertellen. Want Randolph werd 60 jaar en normaal zou hij natuurlijk een feestje geven. Voor familie en vrienden en lekker met z'n allen bij elkaar zitten. Maar dat kon natuurlijk nu niet. Wat wel kon, was uiteraard een lekker stukje taart. Want ja, als we zoveel bewegen met elkaar, dan kun je ook een lekker stukje taart eten. En hij heeft wel 100
130 kaarten gekregen. 130 kaarten van familie en vrienden. Maar ook heel bijzonder van mensen die hij nog helemaal niet kent. Wie weet worden dat dus wel nieuwe vrienden. Ook kreeg hij van zijn maatjes van de Gooise Atletiek Club Hilversum een kaart. Maar ze kwamen ook als verrassing bij hem langs. Niet binnen natuurlijk. Maar onder zijn balkon hebben ze prachtig staan zingen voor hem. Nou Randolph, ik denk dat jij je wel echt jarig hebt gevoeld. Ook namens hier natuurlijk van harte gefeliciteerd. Maak er maar een heel bijzonder jaar van. Zondag kun je weer kijken naar een nieuwe kerkdienst hier op dit kanaal. En volgende week vrijdag, dan is er gewoon weer een nieuw toppersjournaal. En tot die tijd onthoud, toppers doen het samen.